Gaan we doen dan hooi? Bezig tussen. Kom maar. Ik heb een konijntje. Wat vind je ervan? Kijk, ga mooi. Nee, dus we laten. Wat een visje zoeken. Wat ga je doen om de box mooi staan? Het is een discolamp. Ik kan een salto, hè? Wow. Jongens, vandaag is de trailer online gekomen van de Trip van Sinterklaas. Ja, dus laten we even gaan bekijken. Gaan we kijken hoor. Ieder kind vraagt zich wel eens af waar het kasteel van Sinterklaas in Spanje staat. De plekken Scharijn, die gaan we echt niet vinden. En de Pieten, die hebben het veel te druk met de voorbereidingen. Daar woont ook de beste vriend van het paard van Sinterklaas, Pony. Linkerhand op geel. Lekker bezig. En Pietje Fernando mag het hele jaar voor hem zorgen. Goed, Fernando. Jij bent dit jaar mijn sleutelpiet. Deze Piet mag voor het eerst mee naar Nederland. Jongens, we gaan vertrekken. Maar wat als je de boot mist en de gouden sleutel nog hebt? We zijn Fernando vergeten. Vergeten? Hij is nog in Spanje. Hoe zou jij het eigenlijk aanpakken? Met jou? Dus begint voor hem de reis. En ons Pietje is heel wijs. Want zijn pony die kan heel hard lopen. Is hij sneller dan de boot? Is zijn honger niet te groot? Wie vertelt me hoe dit al zal lopen? Jullie moeten hem zo snel mogelijk ophalen. Let's go! Zoeken, zoeken, zoeken. Van boven naar beneden. Fernando die is weggelopen. Een avontuurlijke film vol met muziek. Zal Pietje Fernando op tijd zijn om de gouden sleutel te brengen? Oh, wat een pech, het kleine Pietje weg. Ik ben nog maar een dag van huis en ik heb nu al heimwee. Zo niet fijn, heb jij misschien de gouden sleutel ook gezien? Normaal komt altijd alles goed. Fernando, kak is het vast. Hij is blij, en al zijn zorgen zijn voorbij. Al de cadeaus voor jou. De Club van Sinterklaas en het Vergeten Pietje. Oh, wat een pech. Follow de keutel, keutel, keutel. Follow de keutel, poep, poep. Oh, wat een pech. Vanaf de herfstvakantie in de bioscoop. Een hele goeiemorgen. Wij zijn de Bellengraad. Goeie liefhebbers. En jawel, het is vandaag welke dag, zullen we even vragen. Hey, kom op. Welke dag is het? Het is zondag 26 september 2021. Nou, je hoort het. Hey, Google, hoe laat is het? Het is 9 voor 7 ochtends. Zondagochtend, 9 voor 7 ochtends. Ik had net een briefje geschreven, ja. Lieve druifjes. Papa gaat even naar de sportschool. Komt hij aan? Ik ben ook al wakker. Uit zichzelf, zonder wekker. Dus ga je even lekker Nintendo? Ja, op mijn bed. Laat mama en Lucilla, Luxie en Lucius nog even lekker uitslapen. Mm-hmm. Dan ben ik om 8:30 ook weer terug om lekker te gaan ontbijten met z'n allen, oké? Kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Op naar de gym. Zo, kijk. Dat heb ik even geschreven. Om 6:00 toen ik al wakker was. Lief druifjes, papa sporten. Tot 8:30, 9:00. Lief papa. Bij het mooie bosje bloemen. Zo, nou, na mijn heerlijke sportrondje. Even wat banen gezongen in de sauna gezeten. En is inmiddels ook mijn kroost ontwaakt. Goedemorgen. Lieve uitslapers. Behalve Lua dan. Want die was er al om 6:00 automatisch wakker. Half 7. Dat is gewoon weer wakker. Ja, de mannen waren vroeg. Lekker uitslapen. De meisjes waren. Lekker uitslapen. Ja. Zien jullie er mooi uit? Papa heeft heerlijk gesport. Zijn upper body en zijn lower body. Zelfs banen gezongen, nog even in de sauna. Dus ik heb mijn sportrandje erop zitten. Vriend, goeiemorgen. Hallo. Ah, nou, super. We hebben voorbij een lekkere zondagse rustdag. Dus, Nee? Oh, wordt het geen rustdag? Johan heeft plannen. Johan heeft wilde plannen. Gaan we doen al hooien? Maar jij wil bijna nog. Nou, dat zie je straks. Kijk vandaag weer gezellig met ons. Nou, ik maak nog even een lekker kopje thee voor mijn liefste. En een vers kopje koffie. Thank you.
jongens. 1, 2, 3. Kom op. Johan. Johan. 1, 2. Je papa. Papa, en Johan. 1, 2. Ik ben van je gisteren. Lucilla is ook heel erg op school veel met tekenen bezig. Ken je de challenge? Als je het kan tekenen, mag je het houden? Oeh, dus bijvoorbeeld als een ijsje. Als je een ijsje tekent, mag je ook een ijsje. Of een snoepje tekenen. Daar had ik dan weer niet aan gedacht. Maar dan bepaalt mama of de tekening is gelukt of niet. Okay. En Lucilla op Lucilla niveau en Luxie op Luxie niveau. Ja. Goed? Op Luxie. Ik heb het daar. Nou, dan gaan we eerst even een aardbei spotten. Of een bloem. Een bloem, ja. Die mag je dan houden, mag je op je kamer zetten. Of een baby. Kijk, die is nu een beetje aan het piepen. Dit mag je hem houden als je hem kan tekenen. Ach, kijk eens. Ik haal hem er even uit. Hij denkt, ik heb genoeg gespeeld in mijn box. Ik wil geknuffeld worden. Ik hoor heel veel gezelligheid. Ik wil meespelen. Ik wil meespelen. Ik hoor van alles hier. Een schatje. Mama, kan je ook Luusjes een kopro doen? Met Luusjes? Nee. Als hij iets groter wordt, dan kan het wel, maar nu nog niet. Als hij net zo groot als Luusje is, ja, nou ja, misschien nog wel iets kleiner nog. Ook een koproel met Luusjes, zeggen ze. Nou, dat doen we nog maar even met jongen. Oh, met papa? Nou, dan denk ik dat er niks meer over is voor mij. Papa met jou. Oh, papa met mij. Wat vind je ervan? En als ze jou tekenen, mogen ze jou houden. Nee, maar ze hebben jou al, hè. Je bent een broertje. Je bent een broertje. Wat ziet hij nou zichzelf? Ik vind het zo typerend. Hij kijkt echt naar dat schaampje. Een watermeloen. Oh, en jij vroeg mijn naam. Nou, dat vind ik ook een goeie. Maar voordat ze echt gaan tekenen, wil Lucilla nog iets laten zien. Want ze had gisteren een kinderfeestje, als jullie in de vlog van gisteren konden horen. En daar heeft ze een traploper gekregen. Die hebben wij in principe geen verdieping in ons huis. De enige trap die we hebben is deze trap. Ja, en hiermee. Ja, een heel klein trapje, ja, dat klopt. Maar dit is een hele lange trap. En hier wil ze hem even laten zien. Kijk. Ja, gelukt. Die ging mooi. Wil ik ze proberen? Probeer maar, liefie. Ja, gisteren was ze eventjes naar beneden gevallen. Ja, met die kleine, maar dat ging niet helemaal goed. Maar nu kan ze het wel, hè? Jij bent erbij. Kijk, goed zo, Luxie. Ja, goed zo. Goed gedaan. Die kan niet. Die kleine, die is te klein. Dit zijn de trappen te groot. Zie je dat? Die is te klein. Dan moet je muizentrapjes hebben, dan kan het wel. Bij de zwembad. Nee, maar die zijn ook hoog. Dus hele kleine trapjes hebben. Nu ga je de andere video proberen. Ja. Oh, nu Luan. Luan vindt het toch ook nog wel een beetje leuk. Hé, jongen? Toch ook nog wel een beetje leuk. Ik heb hier vroeger ook heel veel met traplopers gespeeld, jongen. Ik weet niet of de ouders zijn die dit herkennen, de traploper. Ja, laat maar zien. Hup. En toen stopte die. Hoe doen jullie dat? Ja, dat is wel een hele kunst, hè? De meisjes die zijn geoefende traplopers. Ja, ja, ja.
Ja, goed zo. Als eerste hebben we hier een... aardbei. Gaan we die als eerst proberen na te tekenen. Ik ga oranje aardbei maken en Lux een roze. Roze aardbei? Ik ook een oranje. En ook een oranje. Dat kan. Als hij er maar wel een beetje op lijkt. Ja. Ik heb het ook beginnen. Maken. Ja, begin maar. Okay. Nou is mama ook niet een kei in tekenen. Maar dat maakt niet uit. Ik wil jou. Nee, we gaan het gewoon proberen. Oh, shit. Ik moet eens kijken. Dat ziet er op zich wel uit. Niet naar mij. Oh, nee. Ah. We kunnen daar beter aan doen. En mama, dan moet je niet eens presloekje zeggen. Een kroesje nog. Ja, maar dit is appel. Dit is een appel? Ja. Oh, nou het moet wel goed tekenen, anders mag je hem niet opeten. Ja. Wil je hem opeten? Daarbij, hè? Moeten we hem wel goed gaan tekenen. Ja, alleen als we hem goed tekenen, mogen we hem houden. Dit is een jouw. Ik kan niet het kroesje maken. Mag ik ook niet zo'n streepje? Appel. Nou, hij moet er wel op lijken. Dit is jouw appel. Dit vind jij een appel. Zie... Maar... Ga je er maar snel inkleuren, zodat hij straks wel op een aardbei lijkt. Hm? Maar mooi inkleuren. Nou, dit begint er al een beetje op te lijken. En nou, die begint er ook al aardig op te lijken. Ja, het kroesje vind ik lastig. Het kroesje is ook lastig, schatje. Ja, dat doen jullie al heel goed hoor. Goed zo, Luxie. Mooi in de lijntjes. Klaar. Zullen we dat tot 3 tellen en dat we dan allebei tegelijkertijd laten zien? Is Luxie klaar? Ja. Eerst nog alles netjes terug doen, Luxie. Dit heb ik ook hier. Dat is niet erg. Heb ik ook hoor. Zullen we de tekening even laten zien? Abonneer. Tel mama tot 3 en dan hou je hem allebei in de lucht. Goed? Ja. 1, 2, 3. Wauw. Ja, die zijn mooi. Eens even kijken hoor. Lijken ze op deze aardbei. Ja. Die van Luxie vind ik goed lijken. En mijn nog? En nou die van jou. Ik zie wel gelijkenissen. Ja, jullie mogen hem houden. Maar mam, je moet toch één uitkiezen? We mogen hem allebei opeten. We hebben hem allebei goed getekend. Nou, zullen we maar op naar de volgende ronde dan? Ja. Op naar de volgende. Ronde. Laat maar open, liefie, want we gaan weer een tekening maken. Oh. Want wat zou hieronder liggen? Alleen als jullie hem goed kunnen natekenen, mogen jullie hem houden. Goed? En wat is het dan? 1, 2, 3. Chocola! Kun je een vorm maken? Een vorm maken? Maar heel goed kijken. Precies de vorm zijn. Ja, moet wel een beetje precies zijn, ja. Ik neem mijn man. Mama gaat nou streng zijn. Mag ik wel zo'n lange chocola maken? Ik kom bij je zitten. Mag ik chocola maken? Nee, ik moet zo aan je leggen. Oh, ik leg hem wel even neer. Ik moet zo op mij opstaan. Ja, ga ik zo opstaan. Dat is niet de bedoeling. Nee. We hebben alleen geen braai, maar dat maakt niet uit. Nee, dat mag niet. Nee, mag dan alleen aan snuffelen, maar niet opeten. Even kijken. Wel ruikt hij wel lekker. We zijn gek op chocolade. Ja. Ja, met, ja, met de voice kijken. Okay. Welk chocolaatje gaan we de kleur geven? Ik ga opeten. Paarse. Net. Welke kleur wil jij, Luxie? Welke kleurtjes vind jij mooi voor chocola? Oranje. Ja. En? De lievelingskleur, paars. Paars. Nou, gaan we daar eens even. En blauw. Maar mam, is het erg dat ik die vorm niet zo goed doe? Kijk, we kunnen hem ook gewoon neerleggen zo. Ja, maar papa is bij de zus. Ja. Leg maar neer. Ja, maar dan ga ik hem zo naast. Maar mam, ik ga hem misschien op de chocolade en dan kunnen we hem maar eten. Nee, niet optekenen. Kijk, Luxie heeft een soort zeepaardje. Moet je hem groot tekenen? Moet het versteken groot? Nee, ik draai mij om. Moet ik per se groot? Ja, je moet het goed kunnen zien, hè? Maar dat doe ik hem niet.
Hondje. Ik hoop dat ik hem goed heb. Dit is een hele lastige vorm. Ja, dit is ook een hele lastige vorm, merk ik nu. Zie je dat chocolaatje? Jouw chocolaatje is een zeepaardje en jouw chocolaatje is een scherp, een mossel. Ja, beter gezegd. Eeuw, wil jou opeten? Mama vindt mosselen wel lekker. Ik eet alles niet. Niet? Nee? En papa vindt deze mosselen lekker? Ja. Vindt papa mosselen ook lekker? Ja. Nee. Ja? Nee, ja, papa houdt ook niet van mosselen. Mama wel. Nou, Lux, ga maar in kleuren. Ik heet niet Lux. Luxie. Luxie, ja, haar vriendje heet Lux. Het is toch een beetje verwarrend als de mama's jullie namen roepen. Nee, Lucilla. Nee. Luk jij er nou aan? Ik ben nog niet klaar. Nee, Luxie is nog niet klaar. Nee. Nee, zie je? Hou je nee. In, hou je in. Jij kan dat niet inhouden hoor. Nee, als ik hem zo zie, dan denk ik, kijk, ik heb een scherp. Dat is een heel lekker chocolaatje. Nee, dat vind ik niet leuk, hè? Samen tegelijk mag je hem opeten, of niet, hè? Dan kunnen we ook dit of maken. Niet. Ja, dan mag je hem houden, maar je hebt hem al. Dan mag je hem weer teruggeven. Nee. Dan kun je hem opnieuw krijgen. 1, 2, 3. Oeh, lijken ze. We gaan het even beoordelen hoor. Even kijken. Die van Luxie. Dat is het Luxie chocolaatje. Dat is de tekening. Oeh, dat is die van Lucilla. En dat is haar tekening. En ja, ik ben op je droog in mijn houden. Lekker chocola, lekker chocola. Waarom houden wij toch altijd zo van chocola? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Doei! Blij, serieus, zit. Nee, we zijn doen! We zijn er niks hoor! Nee? Zijn jullie er klaar voor? Ja! 1, 2... Ja! Wat zijn dat? Dat zijn geurtjes. En de parfumflessen. Elke die kunnen we wel in. Ja, maar... Maar eerst moet je hem tekenen. Ja. Oké, ik leg dus, hem in de vorm maken. Ja, oh, dat is slim. Heel, wat Lucilla doet is heel slim, Luxie. Dat kan je misschien ook wel doen. Dan kan je hem overtrekken. Heel slim idee. Overigens niet gesponsord, jongens. Dat heb ik gewoon zelf gekocht. Hou vast. Hou jij hem vast? Dan ga ik hem zo omheen. Ik vind hem... Maar mama, dit is super lastig. Ja. Je wilt. Je moet het ook echt verdienen. Ik heb ook de andere kant gedaan. Zo. Wil je een nieuw blaadje, liefie? Deze lijkt niet helemaal, hè? Ja, zij. Nee, ik ga nu wel streng zijn, hè? Dat snappen jullie wel. Ik ga wel streng zijn nu. Ja. Kijk eens, dit is de paars. Hier is de paars. Wil je een nieuw papiertje? Nou, nog een kans. Nog een kans. Ja. Nee, dop. Dit is jou. Dat is wel paars, ja. Maar dat is het middenstuk. Waar is mijn dop? Bos. Oh, daar. Opengooi. Kan gebeuren. Ja. Dan moet je hem ook nog roze maken, Luxie. Anders dan lijkt hij er niet op. Kijk, hij is paars en roze. Mijn dop is heel veel paars. Doe maar ook. Ja, maar hij moet wel oplijken, anders dan krijg je hem niet. Hij moet wel echt oplijken. Mama gaat streng zijn. Oké. Ik doe dat even niet, dus ik moet even wachten. Wat voor kleuren zit er nog meer bij dan? Wat voor kleuren zie je nog meer op het verpakking staan? Mama, eerst zei je, dan maak ik uit welke kleur. Geel. Heel goed, Luxie. Geel. Maar er zit ook geel bij. Zie je dat? Heel goed gezien, Luxie. Dit is geel. Dat is geel. Ja. En dan... Maak maar na. En dan moet ik daar een poppetje maken met langer. Moet je even oranje doen? Ja, dat is ook goed. Haar tol. Ja. Nee, ik wil een keer haar tol. Oh. Nee, zo moet jij niet. Zo moet hij, ja. Met leuke... Nou. Laarzen. Nee, het was niet.
1, 2, 3. Ik heb ook het poppetje getekend. Even kijken, even kijken. Oeh. Deze is van Luxie. Vinden jullie hem erop lijken? En deze is van Lucilla. Vinden we hem erop lijken? Kijk eens, jullie mogen hem houden. We hebben de verpakking er even afgehaald. Oh, lekker. Even kijken, is die strak? Ik moet hem draaien. Zie je dat? Ja. Kijk, het is een hele grote parfumfles. En mijn gaat open. Oeh. Ik zit helpen? Er wat in? Oh. 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 Kijk, ik heb een kaarsje. Ja, een kaarsje. Ik heb een roze. Die is mooi. Kijk. Ik heb zitten. Deze zat erin. Deze zit iets in. En dan kun je hem volgens mij kun je hem daar in. Oh, er zit nog wat in, ja. Deze is van Luxie. Ook heel leuk, schatje. Mooi met die haartjes. Heel mooi. Oh, kijk eens. Dat is het stoeletje. Dan kan hij in de kapsalon zitten. Denk ik. Kijk. Hier zit hem. Hier heb je een spiegeltje. Mama, een kam. Je kan een kammen. Je kan het popje in het stoeltje zetten. En er zit er ook in, hier onderin. Kijk, hier zit een bakje nog. Nee. En hier zit een. Wat zit hierin, Luxie? Die is zo. Oh, dat is een zuignapje, ja. Wat zit daarin, schatje? Waar zit het stoeletje? Oh, daar. Mam! Een kam. Zie, daar kun je mee kammen. Waar is mijn in, Oda? Welke kam heb jij? Ik heb deze. Ik heb deze. Hoe moet je dit erop doen? Of moet je daar doen? Oh, mijn hakken en. Ik ook, maar dan paars. Ja. Ik hoor zakken. Ja. Kijk, dit is mijn tas. Dus vraag ik eens. Daar doe ik altijd mijn kom in. In mijn bos. Heel leuk. Heb je iets te hard gedaan? Zie je de borst eruit halen? Ja. Of mag ik zout? Ik ga weer naar huis. Terwijl de meisjes daar even lekker spelen, gaan de jongens even de tuin naar Lu met de honden. Kom maar, Lubbukje. Even lekker frisse neus halen. Want volgens mij is het mooi weer, toch? Dus open, Lu. Zo, Luan heeft lopende muziek aan de broek mee. Zo. Wacht, ben je een spintje? Hopsie, daar is die. Daar is die. Oh, het is toch wel aardig mooi zacht weer ook, vriend. Mm-hmm. Nou, we hebben nog mooi zacht weer. We horen de vogels sluiten. Leuk, ja. Laten we de hondjes even uit in de tuin. En Poeslepip, doe je even een plasje? Oei, die duif. Hoezo? Hoezo die is gek op duiventikkertje, hè? Ja. Nou, de mannen even lekker in de tuin met de handen. Echt, hè? Nu jou even lekker slapen. Frisse lucht is lekker. Slaap, kindje, slaap. Lekker spelen met de hondjes in de tuin, hè? Ik kom er zo bij. Oh ja, weet je wat ik straks ook nog moet doen? Hé, hey, de oprit met de bladblazer. Ja. Daar kwam ik gisteren niet aan toe. Wat wil jij dat doen met die grote machine op je rug? Nee. Joh. Nee. Ah, misschien ook vandaag niet. Het is zondag. Ik denk dat ik dat maandag wel doe. Het is nu een rustdag, toch? Ja. Een rustdag. Nou, evoluties in slaap handen. Zo. Nou, terwijl ik hier toch huisjes even lekker in slaap wil, doe ik ook even de sproeiers aan. Want het heeft toch de laatste tijd niet geregend. En dan zie je vaak dat het toch al aardig droog wordt. En die coniferen, die sproei ik ook, zeg maar, even met een druppeler een half uurtje per week. Ja, en dan denk ik vanavond ook de tuinsproeiers aanzet. Zo, en ik wil net de vissen gaan voeren. Huisjes heb ik daar even lekker op de rem gezet. Die is aan het slapen en Sella! Hé, hey, wat is het lekker in de tuin, hè? Kijk, dus heb ik meegenomen. Waar heb je dat dan nog aan? Wat is een teken challenge aan doen, had ik die gekregen. Je hebt jij getekend en granen. Ja. Wat mooi, kom je even helpen de visjes voeren? Ja. Eens kijken. Oh, wat mooi zeg. Helemaal hartje, hè? Kom, gaan we de vissen eten geven. Hé, hey, broertje ligt er lekker te slapen. Bij het vijverwatervalletje. Ja, wat leuk.
leuk joh, dat heb je heel leuk gedaan. Nou, haal jij maar eens een handje voer op. Klein handje, hè? Niet te veel. Want dan moeten de vissen ook bij papa mee naar de sportschool. Want ze moeten natuurlijk slank en fit blijven. Hè? Oh, hoezo niet voor jou, jongen? Het is eten voor de vissers. Het wordt alweer mooi weer, hè? Ja. Je moet nog lekker in de tuin gaan liggen. Kom maar eten, visjes. Ze zijn denk ik nog zondags aan het uitslapen. He? Maar die komen vanzelf wel. Zeg maar eet smakelijk, visjes. Wat ga je doen, Lucilla? Een boot spelen. Ah, leuk. Hallo? Kijk, dat is Lucilla haar favoriete plekje ook om te spelen. Yeah. In je boomhut. Nou, lekker spelen. Ja. Yeah. Love you. Love you. En Woezel en Pip die zijn weer dol aan het spelen op de trampoline. Terwijl Lucilla, Lucilla, waar zit je verstopt? Even het raampje zwaaien. Oh, daar zit ze. Zou ik bijna vergeten, even de hegspoeier uitzetten. Want die heeft nu al 20 minuutjes lekker aangestaan. Maar niet te veel natuurlijk, anders ja, is dat ook weer overbodig. De bomen en het gras is hier wel lekker gespoeid. En dan wordt de spoeier weer even uit. En ik denk, waar is mijn jongen? Maar die is hier even lekker aan het dansen, man. Hey Lucilla, die is ook naar buiten gekomen. Misschien leuk om bij Lucilla bij de boomhutje boks mee te nemen. Ja. Kijk eens, wie is gevonden daar? Grote broer, hey Sil. Hij wou meenemen. Tennisbaan? We hebben de picknicktafel en de boomhut. Kom, we zijn erbij. We gaan lekker met een muziekje genieten van dit mooie weer in de tuin. Hè? Ja. Zo, daar aan de boks mooi staan. Dat is een kleine maak. Daar zit het kooitje. Ah. Nou, het is opeens weer heel erg lekker weer geworden, jongens. Kijk eens wat een lekker zonnetje. Luxie wil ook buiten spelen, heeft haar tas meegenomen met haar popje erin. Want die wilde ze meenemen. Vandaar haar tas. En kijk, oh, ze zitten achter in de tuin. En ja, oh ja. Ja, zag eens praten. Lucius is heerlijk aan het slapen. En hij slaapt heel goed met het geluid van het watervalletje van de vijver. Dus je was thuis een tuinparty aan het geven, jongen. Ja, met je muziekbox. Zeker met muziek en zijn met haar spulletjes spelen. Luxie, ja. Ook bij, Luxie? Ja, Luxie ook bij, want kijk, ze bewaren die poppendingetjes. Hier in dit huisje, kijk, daar staan die andere, dat andere theekopje ook. En dan gaan ze samen het huisje spelen, hè? Met de theekopjes en de poppetjes. Ik moet zeggen, het is toch heerlijk weer. Het is super weer. Ik heb deze omgewonnen voor het t-shirt. En deze heb jij gekregen. Ja, die heeft ze getekend en hij heeft ze hem die meegewonnen, papa. Kijk dan. Omdat ze zo goed had getekend. Ik heb een paarse. Ja, ik zag het net. Nou, we doen er een lekker liedje op, jongen. Kijk. Die spiegelding van Luxie, haar jasje. Leuk. Zie je al die... Ja, zie je? Moet je eens kijken naar Luxie, hé. Al die glitterbolletjes zie je overal, Luxie. Je bent net een discolamp. Mama, een discobal. Ja. Mama, waar is mijn kroon? Ja. Oh, weet ik niet. Je hebt echt een glitterjas. Ja, je zit er precies in het zonnetje. Hé, hey, hier hebben we Pipje. Nee. En hier hebben we Woezeltje. Dat is wel lekker buiten, hé. Je hoeft helemaal geen jas aan. Dat is echt super lekker. Je hoeft eigenlijk helemaal geen jas te zetten. Wat was de datum? 28 september. Bijna oktober. Bijna oktober. Nou, laat me blijven tot 1 november. Dus het is wel lekker. 26. Nou jongens, ik ga op de trampoline. Oeh. Eeuw. Oh ja, mama kan een salto, hè? Hé? Hey? Ik kan een salto. Heb je dat wel eens gezien? Salto? Niet met jullie. Wacht even. Ik moet even iemand anders het vasthouden. Oh. Nee. Kastanjebolletjes, wat zijn dat? Kastanje beukenootjes. Ja, die staat precies in de boom onder. Oké. Okay. Nou, dat is ik heb dit als kind niet gekund, hè? Maar nu wel. Ja? Doe voorzichtig, hè? Let op, hè? 1, 2, 3. Zo, zo, wow. Zo, dat zag er best wel flexibel uit, moet ik zeggen. Wow.
Zo. Ik nou. We kunnen wel springen in de lucht. Eén keertje. Hoef niet maar kunst, kinderen. Oh, pas op. 1, 2, 3. Zo, dat was echt een mama balletje. Zo, hé. Oké. Dat is wel een circus. Maar wil je kop zetten? Nou, en daar is acrobaat Luan. Als je zo hoog bent, zo, nu, moet je je zo maken, zo. Je kin, altijd op je borst, en dan zo. Oké. En dan gewoon, pop, omkippen. Probeer maar. 3, 2, 1. Kiepen. Bijna. Kom. Het is toch punt, het is wel, dat is echt een punt. Ja, yeah, dat kiepen. Dat had ik in het begin ook. Hoger, hoger, hoger. Je moet echt hoog springen. Achter. Oké, okay, hoger. 1, hoger. 2, 3. Kijk. Ja, ik vind het ook eng, jongen. Kijk, mijn benen. Woehoe. Zie je dat, hoe mijn benen gaan? Ik wil eerst maar eens proberen. Dus als je dat probeert. Ja, en dat is de bedoeling dat je dan heel snel ronddraait. Maar je moet eigenlijk meteen ronddraaien op het moment dat je in de lucht zit. 1, 2, 3. Wauw, nou applaus voor mama de acrobaat hoor. Ja, dus eerst ben je heel hoog, mijn knieën zijn opgetrokken. Anders kan ik niet draaien, zie je dat? Oké. 1, 2, 3. Hoep! Ik wil proberen, want ik kan hem. Hoog, hoog. 1, 2, 3. Bolletje. Nee. Zal ik je bolletje helpen? Ja!
is het om je benen om te trekken, dat je iedere keer heel klein bent. Ja, goed zo. Mooi, mooi, mooi. Mooi, jongen. Doe dat ja. Ja, maar dit was het begin. Kijk. Klein, 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 klein. Mapje? Ja. En op het einde dan opspring je zo in zo. Goed zo, bolletje. Blijf in het midden. Ja, hoger. Hoger en nog een keer op de borst. Ah, oh, ik kan niet. Oké, okay, we gaan tellen tot drie. Hoger, knap de borst. Hoger, knap de borst. Eerst springen. Ja, mooi. 1, hoger. 1, 2, 3, go. Ja, dit was een mooie. Nee. Was, je houding was mooi. Ja. Je hoeft het niet maar te draaien. Met je benen, schat. Zie je eens hoe hoog ik ga? Zie, hoe hoger je gaat. Met jij langer benen. Pak op het gaat. Deze kleine meid, die kan gewoon de... Salto! Oh, eerst mama. Oké. Okay. Mama, mama, mama. Ja, dat maakt me niet. Oh, ik zie het. Ik heb een gat in mijn broek. Kijk eens even. Nu had ik het gezien. Ja, maak ik nog wel bij. Nee, 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 nee. Oh nee, dit was mijn lievelingsbroek. Heb je dat gezien in de vlog? Nou jongens, ik ga dus geen salto meer doen met deze broek, want ik ben net mijn broek gescheurd. Ik moet zeggen, het was wel een hele oude broek, maar het was echt mijn lievelingsbroek. Oh ja, Lucie is wordt wakker. Nou jongens, het was het lesje trampoline springen. En mam, ik wil het nog een keer. Oh, dan ga jij nog een keer. Ga ik zitten kijken, oké? Okay? Want ik kan niet meer springen, ik heb een gat in mijn broek. Ook precies in het midden, hè? Ja, ook precies in het midden, ja. Nou, laat zien. 1, 2, 3. Ik kan het. 1, 3, bolletje. Woehoe, goed zo, Sil. Heel goed. Ja, Lucie is die held. Wat zeg je, Sil? Je bent trots op jezelf, hè? Ik ook op jou. Uit. Nou, Sand, wat loop jij moeilijk? Wat is er gebeurd? Nee, papa, doe even de camera uit, dan kan je het zien. Oké, nou kijk alleen even naar Silla en dan kijk ik even. Nee, ik kijk niet. Ja. Ja, nou ja, dat kan gebeuren, hè. Dat hebben acrobaten nog eens. Te veel oefeningen, dan ja, knap de broek soms wel. Ja. Nou, maandag weer mee naar de sportschool, goed? Nou, nee, dat was een nieuwe. Nee. Dat was een nieuwe. Dat is een hele oude broek. Dat was een nieuwe, toch? Laten we het daar maar houden. Geen probleem. Oh, en wie is daar wakker? Lucius. Hey, Lucius. Ja, jongen. Nou, dan even lekker genieten van deze mooie zondagmiddag. Het is nog lekker uit. Heb wel geluk met het weer. Ja. Als je groot bent, mag je ook op de trampoline. En dan gaat mama ook jou de salto leren. Hé? Moeten we nu nog even niet denken. We gaan nog even van deze lekkere zondagmiddag verder genieten. Nog even verder. Vond je nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog, vriend. Abonneer je een belletje. Zie je morgen een nieuwe vlog. Morgen. Oh, dan zijn de kids vrij met de studiedag. Nog een dag. Tot morgen. Volg je hart, zwong om mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, zwong om mee.